TSC blijft lijstaanvoerder van de zondag hoofdklasse B door een 5-0 overwinning op Dosco uit Bergen op Zoom. Bij winst in de laatste competitiewedstrijd aanstaande zondag in Veghel tegen Blauw-Geel is TSC topklasser. Alleen Gemert en Dongen kunnen bij verlies of een gelijkspel nog goed in het eten gooien. Het was de 6e overwinning op rij voor de Tielenaren en wat voor een. Dosco had niets in te brengen en de score had nog veel hoger kunnen uitvallen. TSC had vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Rampersat het meeste balbezit en bouwde goed op van achteruit. Nadat uitblinker Kurtley de Wind in de 5e minuut een kans aan zich voorbij had laten gaan, was het na 7 minuten wel raak. Na een flitsende combinatie tussen de broers Senaki kon de Wind van dichtbij de score openen. 1-0. Nog geen minuut later kwam Dosco goed weg bij een afstandsschot van Matthijs van Gessel. Doelman Toon Jochems kreeg er net een paar handen tegenaan. Voor er een kwartier om was, stond de Wind weer aan het einde van een fraaie combinatie. Zijn kopbal spat op de lat uiteen. Dosco kwam alleen een keer voor het doel van TSC met een vrije trap die ruim over het vangnet werd geschoten. Hierna slopen er wat slordigheden in het Tielse spel. De bezoekers konden er echter niet van profiteren. Voor er een half uur om was, kopte Leon Hees uit een hoekschop van de Wind de 2-0 binnen. De eerste echte kans voor Dosco kwam na 37 minuten. Doelman van der Sman redde het met zijn voeten. Vlak voor rust schoot Jip Bartels nog voorlangs. Na het theedrinken veranderde er echter niet veel. TSC was het meest aan de bal en de ene na de andere fraaie aanval rolde op het doel van Dosco af. Na 53 minuten eindigde zo'n combinatie bij Joel Senaki. 3-0. Dan hier in de 54e minuut wordt het dan 3-0 in het voordeel voor TSC. Doelpunt maken, Joel Senaki. Dat was voor trainer Henkie Leatemia meteen het zijn voor enkele wissels. Erik van Dijk kwam Heese aflossen en Akihiro Takasawa kwam voor Mohamed Nouri. Het spel leed er niet onder. Gregory Virek schoot kort hierna tegen de paal. In de 66e minuut kwam Masuru Latuheru voor Walter Kiumeni. Een kwartier voor tijd pikte Jip Bartels ook zijn doelpuntje mee uit een voorzet van uitblinker Matthijs van Gessel. 4-0. Bartels stond in de 77e minuut aan de basis van de 5-0. Op links doelde hij zijn tegenstander en de Wind mocht het afmaken. Ook in de slotfase kwam Dosco niet in het spel voor. TSC heerste en kan het deze vorm vasthouden, dan kan het volgende week een hele mooie zondag worden daar in Veghel. Dames en heren, in de 77e minuut, opstand 5-0 in het voordeel voor TSC. Gerry Vink, wat was het een fantastische potvoetbal, hè, wat we hier gezien hebben op de lok? Ja, als je voor amateurbegrippen kijkt, ik zie natuurlijk niet zo heel veel amateurwedstrijden. Maar als je op zondagmiddag dan niks te doen hebt, even vrij bent. En hier dan een mooi potje voetbal wil gaan kijken. Ja, dan is het op dit moment wel even genieten hier op de lok. Je traint bij Ajax, komt hier uit de regio. Wat vind je van het spel van TSC? Nou ja, je ziet een duidelijke, denk ik, onderscheidende situatie ten opzichte van heel veel andere clubs. Als ik de voetbalopvatting kijk, als ik ook kijk de manier van spelen, de manier van druk zetten. De manier van plezier wat een groep uitstraalt, dat geeft ook zijn weerga op het publiek. Ja, dan zie je hier denk ik een onderscheidende club voetbal spelen die volgens mij nergens te zien is. Ruim 600 man hebben genoten van deze wedstrijd. Die laatste wedstrijd, het wordt spannend. En als die na 90 minuten afgesloten wordt met een winstpartij, met winst, ja. Dan is het topklasse volgend jaar. Dat is toch ongelooflijk? Nou ja, en ik weet wat de club wil en waar ze naartoe zijn gegaan en waar ze naartoe willen groeien. Je ziet aan de ploeg, het is een ontzettend jonge ploeg. Een paar jaar geleden hebben ze natuurlijk ervoor gekozen om met jonge, eerzuchtige spelers iets te willen bereiken.
Ja, en dat heeft natuurlijk nu duidelijk zijn vruchten werpend af. Als je kijkt met name wat je ziet in dit jaar. Ik ben een paar keer weer eens kijken hier. Ja, dan loop je echt te smullen van wat je ziet. De aanvallen, de goals die ze maken, het plezier. Andere ploegen die echt lovend over je zijn. De kwetsbaarheid zie je dit seizoen volgens mij ook nog bij dit ploegje. Dat het soms fantastisch kan zijn, maar soms ook nog heel erg de ondergrens eronder door nog te gaan. Ja, daarin moeten ze denk ik wel wat verbeteren om in die topklasse een stabiele factor te worden. Maar ja, je moet voordat je daar naartoe moet, moet je volgende week natuurlijk een potje winnen. Dus dat wordt wel een potje daar bij Blauw-Geel. Maar je ziet wel hè, dat het elftal als zodanig ook groeit. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het bij elkaar houden. Zou dat lukken met dit elftal om dat volgend jaar ook bij elkaar te houden, denk je? Nou, wat ik vernomen heb is dat iedereen wil blijven en iedereen blijft ook. Volgens mij is de club ook heel erg tevreden ook met hoe het allemaal gaat. Ook de spelers hebben natuurlijk heel erg naar zijn zin. We voetballen nu ook al 4 jaar bij elkaar, wat ik zo een beetje begrepen heb. Ja, dat is ook denk ik de kern van het succes. Spelers ontwikkelen zich heel goed. Spelers worden een beetje vrienden van elkaar. Ja, het wordt een hecht groepie. Ja, en als je dan ziet dat het publiek nu ook massaal hier naartoe komt. Ja, dat is natuurlijk een prachtig moment denk ik voor de voetbalvereniging Tech hier op dit moment. Cutley de Wind, wat een fantastische wedstrijd. Ja, zeker. 5-0. De cijfers liggen niet. Nee, zeker niet. En ook jouw spel was fantastisch. Bij Vlagen sowieso briljant. De laatste tijd gaat het sowieso ook weer oké met jou, hè? Ja, gaat wel weer lekker. Ik heb even een dipje gehad van een paar wedstrijden. Maar ik heb het best goed opgepakt nu. Gaat weer lekker. En natuurlijk dat ook bevestigd met een aantal doelpunten. Beschrijf ze eens. De eerste, even kijken, was gewoon een goede aanval. 1-2'tje met Nemia. Neem speelt hem door op Joe. En Joe geeft hem voor en ik schiet hem binnen. Kijken. En de tweede was gewoon een voorzet van Jip hier. De eerste paal tik ik hem binnen. En niet zelfzuchtig, want je hebt ook nog een mooie bal afgegeven. Die had je ook zelf kunnen scoren, hè? Ja, klopt. Ik gunde Joe. Dus ik leg hem terug en hij maakt hem goed af. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want het ziet er wel heel erg goed uit met nog geen wedstrijd te spelen. Het zou zomaar kunnen dat volgend jaar de topklasse er is. Ja, die kans is zeker groot. Dus volgende week gewoon blauw-geel. Hopen op 3 punten en dan gewoon kampioen worden. Dat zou mooi zijn. Hey, man of the match, dat ben jij geworden en daar hoort natuurlijk een heel mooi shirt bij. Die ga ik je bij deze even overhandigen. Alsjeblieft, man of the match, uitgekozen door StadsTV Tiel van Sporthuis Tiel. Dat is de sponsor van het hele verhaal. Veel plezier ermee. Dat is goed, dankjewel. De uitslagen van de wedstrijden die op 3 mei 2015 zijn gespeeld. Gemert AWC 7-2. Daardoor is AWC definitief gedegradeerd. UDI 19, OSS 20, 2-3. Dongen de Valk 4-1. Groene Ster RKSV Schijndel 1-0. Top Blauwgeel 38 1-1. Deurne Baronie 3-4 en TC Dosco 5-0. De stand per 3 mei, TEC bovenaan, 25 wedstrijden gespeeld, 50 punten. Gemert 25 gespeeld, 49. Dongen 48 uit 25 wedstrijden. UDI 19, 46 uit 25. En Blauw-Geel 38, 46 punten uit 25 wedstrijden. Nog 3 teams maken kansen om kampioen te worden. Dat zijn TEC, Gemert en Dongen. Met natuurlijk de beste papieren voor TEC uit Tiel. De eerstvolgende wedstrijd voor TSC is op 10 mei om 14:30. U bent van harte welkom in Veghel. Blauw-geel 38 tegen TSC. Mocht TSC deze wedstrijd winnend afsluiten, dan speelt men volgend jaar in de topklasse. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.